Sully, het is weer maandag. Tijd voor het rondje langs de buitenlandse velden. We gaan beginnen met de abonnees. We hebben er nog 5000 nodig. Ja, maar ik heb iets verkeerds gezegd, heb ik gemerkt. Want ik had gezegd dat dat als mensen geen duimpje omhoog zouden doen, dat ik die duim persoonlijk kwam afknippen. Ja, terecht toch ook. Maar heb ik op Instagram, ik overdrijf niet, maar ik heb 150 mensen gehad die zeiden ik heb geen duimpje omhoog gedaan. Want ik wil dat je persoonlijk mijn duim eraf komt halen, want dan heb ik een ontmoeting, meet and greet met je. Ja. Dus dat is totaal verkeerd, het is uit de hand gelopen. We moeten dat op een andere manier aanjagen. Nu dan? Als het volgende week geen 100.000 is, ga ik hier niet meer zitten. Dan blijf ik maandagochtend lekker in bed liggen. Dan heb ik veel voetbal gekeken en dan deel ik niks met niemand iets. Dus ik ga gewoon gaan op zwart. Oh, en wat ga ik dan doen? Ga ik Valentijn Driessen ga je interviewen. Valentijn Driessen. Die gaat dan het internationale voer met jou doornemen. Valentijn, het is weer maandag. Tijd voor het rondje langs de buitenlandse velden. Dus het is of Valentijn Driessen, of het is 100k met mij. Nou, dat vind ik dat lijkt mij toch wel een prima oplossing. Hele goede deal. Nou, jongens, alsjeblieft. Ik hoop zo dat jij met Valentijn... Nee. Aardige vent hoor, maar ik heb... Hele aardige vent. Ja. Maar oké, jongens, dank je wel alvast. Want we gaan die 100k nu dan ook, ja, hoe dan ook halen. Dit kan niet anders. Waar heb jij het meeste van genoten dit weekend? Eerste helft Liverpool, Manchester City. Nou, laat dan meteen... Anfield, die kraker, twee teams... De twee beste teams ter wereld tegenover elkaar. City wil de bal aanvallen. Liverpool kan verdedigen en aanvallen. En het ging zo waanzinnig snel. Het was zo'n ongelooflijk ongekende intensiteit. Ik vond Wietse van der Goot als commentator ook top. Ja. Die dat ook erkent. Na zo'n eerste helft. Die zegt, wauw, ik heb hier commentaar gegeven bij wedstrijd. Ik heb even een kwartier nodig om tot rust te komen. Nou, dat had ik als kijker ook. Geweldig hoog niveau. En daarvoor Feyenoord RKC pakt dan even mee. Hè, een paar minuten. En de afloop ook. Dat is wel schrikken. Het verschil tussen tempo, maar ook van Alexander Arnold heb ik genoten. Van Alisson Becker heb ik genoten. Ik heb van Lovren genoten. Van Dijk, de rust. Wijnaldum vond ik ook echt goed, man. Ja, ik ga van Frederik naar middenveld. Ga maar. Fabinho was de allerbeste. Ja. Die heeft de afgelopen weken een bepaald niveau bereikt. Zo ongelooflijk belangrijk voor Liverpool. Maar Wijnaldum gaat daarin mee als een van de drie middenvelders. En hij is onmisbaar geworden voor deze ploeg. En het middenveld van Liverpool was krankzinnig goed. Dat hebben ze ook wel mooi. Dat liet ze ook weer met z'n VD zien. Daar haalden ze die drie eruit. Henderson, Wijnaldum en Fabinho. En terecht. Ze hebben natuurlijk een super trio voorin. Ze hebben achterin Van Dijk. Maar ze hebben ook drie geweldige middenvelders. En het is wel knap hoor. Van de 36 punten en 34 pakken. Sinds 3 januari ongeslagen. Op Anfield al jaren ongeslagen. En Klopp heeft daar een machine van gemaakt. Ja, het is bijzonder om naar te kijken. En ik vind het vooral leuk... Als ze uitgedaagd worden, en ze werden uitgedaagd tegen City, en dan moeten ze het allerhoogste niveau aantikken. En dan zie je wat Alexander Arnold laat zien als rechtsback. Dat is belachelijk. De opening naar Robertson, die hem dan voorgaf op Salah, die hem binnentikt. Zo'n waanzinnige aanval. En je ziet ook de manier waarop Pep Guardiola dat incasseert. Die weet eigenlijk niet waar hij het zoeken moet. En die gaat dan achterover zitten met Arteta naast zich. En die zegt tegen hem, ja, wat moet ik hiermee? Ik vond hem sowieso bijzonder, Guardiola. Geïrriteerd, hè? Hij wachtte nog even op de scheidsrechter na afloop. Thank you very much. Super sarcastisch natuurlijk. Ja, thank you so much. Ja. Tot twee keer toe. En de scheidsrechter was wel goed, hè? Die dat gewoon... Dat vond ik ook knap, hoor. Gewoon knikken en denken, ja, het is goed met je. Ja. Ik denk wel dat City in staat is om 15 wedstrijden op rij te winnen. En dan moet Liverpool natuurlijk ook blijven winnen. Het is nog te lang niet gespeeld natuurlijk. Nee, maar Liverpool moet het met deze 11 spelers... plus 4-5 wisselspelers doen. En er komen tijden aan in december. Ja. Ik heb het programma stiekem bekeken. Die spelen ergens in Zuidoost-Australië een wedstrijd. En 24 uur later in Engeland. 18 uur later volgens mij. 18 uur later. Ja, je hebt echt juist werk gedaan. Ja. Maar die spelen bijna twee wedstrijden tegelijkertijd. Dus die spelersgroep moet opgesplitst worden. Nou hebben ze al genoeg jonge spelers die dan zo'n League Cup wedstrijd kunnen spelen of zo. Maar met de kerst ook, om de 3 dagen wedstrijden. Op 1 januari denk je, goh, ik heb even tijd om naast mijn vrouw te liggen. Nee, dan moet je meteen om 3:30 middags ook weer spelen. En dan gaat het gewoon weer door. Dan komt de derde ronde FA Cup eraan. Dat is een waanzinnig tempo. En als je dan eventjes in een wak terechtkomt, een soort PSV-wak, laat ik het zo zeggen, dat je dan 5-6 wedstrijden op rij punt laat liggen, dan ben je zo kwijt die 9 punten. Ja, klopt. Maar als wedstrijd, waanzinnig. En het liefst zou ik het elke week willen zien, zo'n wedstrijd. Wat ik mooi vond was bijvoorbeeld, toen volgens mij stond Liverpool 3-0 voor, toen had Lovren een tackle, nog net bij een schot van uit mijn hoofd Sterling, die blokkeerde. Nou, die reactie toen van Van Dijk, die gaf me een bodycheck. Echte mannen zijn het wel hoor, bij Liverpool. Ja, mooi. Maar ook vieren dat je een tegendoelpunt hebt voorkomen. En het was inderdaad mooi om te zien tussen Lovren en Van Dijk, die samenwerking. Wat je ook in de hoogtijdagen van Juventus zag met Bonucci en Chiellini. Ja. Die passie, dat zag je ook terug bij deze twee achterin. Ja, het is mooi om te zien. Ja, maar Guardiola en Anfield, dat loopt niet. Want hij heeft 4 wedstrijden daar verloren al, hè? Hij heeft er wel wat over gezegd, hè, Anfield. Dat als trainer, dat hij daar naartoe gaat. En dat is een soort van...
ja, voor hem als trainer een soort hel waar je in terecht komt. En dan krijg je ook nog eens te maken met Liverpool, wat echt goed is. Ja. Met het publiek erachter. En als je ziet de eerste 5 tot 10 minuten, het publiek, wat elke bal, hoe zij erop reageren. Ja, dat is nogal wat. Hè. Dat is net alsof je wind mee hebt met fietsen, maar dan met 80.000 man die in je rug duwen. Ja. Ik overdrijf nu een beetje. Mooi gezegd wel. Maar het is om daar Liverpool te verslaan, ja, dan moet je van speciale huizen komen. En ik hoop dat ze elkaar straks half finale Champions League treffen. Want dit wil ik vaker zien. Barcelona is goed, Real Madrid is goed, Juventus is goed. Maar dit zijn op dit moment de twee beste ploegen. Ik heb het niet over de beste spelers, maar de twee beste ploegen. Aanvallend en verdedigend gezien. En die twee tegen elkaar. Het levert een spektakelwedstrijd op. En ik vond echt genieten Liverpool tegen City. Zullen we nog een kleine shout-out doen naar Leicester City? Die gewoon heel knap tweede staan. Ja, waanzinnig. Jamie Vardy. Dit Leicester City is beter dan Leicester City dat kampioen werd. Dat denk ik ook. Dat is gek, hè? Als je daarover gaat nadenken. Maar omdat Liverpool en City het goed voor elkaar hebben en omdat Chelsea het ook knap doet. Maar Leicester City, wat Brendan Rodgers daar voor elkaar heeft gekregen met deze spelers, is genieten. Ricardo Pereira was een van de grote uitblinkers afgelopen weekend. Zit in de elf van de week. Kijk. Johnny Evans die het goed doet achterin. Ben Chilwell, Engels international. Madison die het goed doet. En Jamie Vardy die aan de lopende band scoort. Tielemans. Jurie Tielemans die het geweldig doet. Harvey Barnes, ook vanuit de championship. Je eigen jeugdspeler die doorgebroken is daar. En Wilfred Ndidi. Na N'Golo Kanté, de beste centrale middenvelder, afpakker. Maar nu moet ik Fabinho ook mee rekenen. Dus Fabinho, N'Golo Kanté en Wilfred Ndidi, dat is de toekomst, want die is pas 22 jaar. En die is bij Genk weggehaald door Leicester City. Geweldig gedaan, ja. Goed gescout. Maar dat is echt een geweldige speler die daar alles onder controle heeft. En dat is een van de geheime krachten van Leicester City. Hè? Wilfred Ndidi, zoals Kanté, dat was in het kampioensjaar. Maar nu gaan we wel heel erg over Leicester City misschien praten. Maar Leicester City, geweldig elftal. We kunnen ook even over Arsenal praten, om te verliezen. En ik heb een schrijnende statistiek gevonden. Okay. Ze hebben 12 wedstrijden gespeeld en daar hebben ze 16 goals in gemaakt. Lewandowski heeft 11 wedstrijden gespeeld en die heeft er ook 16 goals in gemaakt. Ja, Lewandowski is abnormaal, hè, de laatste maanden. Ja. Bij Arsenal heb ik geen idee wie er in het veld staan. Dus de ene keer is die rechtsback, dan speelt Özil wel. Dan zit Özil op de tribune, dan zit Özil niet eens in de spelersbus, zoals Jeroen Zoet. Maar dan is hij gewoon verdwenen en dan is hij er weer bij. En dat geldt voor het hele elftal zo'n beetje. Er zit helemaal geen automatisme in. Nicola Pepe is voor heel veel geld gehaald. Dan is hij weer basisspeler, dan zit hij op de bank. Het is één groot schipperen met een trainer die geen idee heeft wat hij aan het doen is. En ze zijn echt achterop geraakt. En het is wel veel zeggen dat er in het stadion mensen zitten die nu in de naam van Arsène Wenger roepen. Die heel graag trainer van Bayern München willen worden trouwens. Ja, en die hebben nee gezegd. Maar goed, we gaan op naar Bayern München, want die winnen even 4-0 van Dortmund. Genoten? Hansi Flick heeft het helemaal voor elkaar. Ja. Het is altijd als Bayern München onder druk komt te staan, als er daar paniek in de tent is, dan wordt daar vanuit het hogerhand Uli Hoeneß, die is daar de grote macher. En je hebt Rummenigge ook nog, die twee bepalen daar heel veel. En Rummenigge en Hoeneß die hebben Kovac verteld van ja, dit is hier het einde. En ze hebben Hansi Flick naar voren geschoven, die jarenlang de assistent was van Joachim Löw. Tactische brein zeggen ze dan, maar Hansi Flick heeft het wel een goed idee over voetbal. En die was door Bayern München naar München gehaald als opvolger, of nee, als assistent van Kovac. Maar dat betekent dat het bestuur van Bayern München al vond dat Kovac hulp nodig had. Ze hadden eigenlijk geen vertrouwen meer in hem en vorig jaar hadden ze hem al willen ontslaan. En Uli Hoeneß gaf na afloop van de wedstrijd tegen Dortmund toe dat er een aantal spelers bij hem zijn geweest, of bij het bestuur zijn geweest, die hebben aangegeven met Kovac wil hem niet verder. Nou, dat betekent dat is gewoon het einde van een trainer. Ja. Ik kan me wel zo voorstellen wie die spelers zijn geweest. Want Thomas Müller was een tijdje geen basisspeler en die is nu weer een belangrijke kracht. En want Coutinho gewoon de bank bij Hansi Flick. En Thomas Müller belangrijk in het afjagen, in het druk zetten, in de rug van Lewandowski. Maar Bayern München was heer en meester tegen Borussia Dortmund. Verrast het jou? Nee, verrast me niet, want het gebeurt eigenlijk elk jaar wel als er paniek is, dan wordt daar iets veranderd. Of ze halen Joep Heynckes terug, die dan een aantal tactische accenten verandert. Vooral niet zoveel. En Hansi Flick heeft ook deze spelers wijsgemaakt dat ze druk naar voren moeten zetten. En dat deden ze goed tegen Dortmund en Dortmund had geen antwoord daarop. En Bayern München hoort elk jaar kampioen te worden met deze spelers. Als je die selectie ziet en ook wat er op de bank zat tegen Dortmund, ondanks heel veel blessuregevallen en Niklas Süle die weggevallen is, Alaba die links centraal achterin staat, Alfonso Davies die linksback is. Doet het goed trouwens. Dat is gewoon een soort plakbandverdediging. Ja. Lucas Hernandez die voor 80 miljoen gehaald is, niet eens speelt. Was geblesseerd toch? Geblesseerd, ja. Maar ze hebben nogal wat blessures. Thiago Alcantara die op de bank zit, omdat Kimmich nu naar het middenveld is gehaald, hè, door Hansi Flick, die was rechtsback.
Nu is Pavard rechtsback. Maar dit elftal moet moeiteloos kampioen kunnen worden. Alleen Gladbach doet het heel goed. Hè. Die staat nu aan kop en die hebben Marco Roos als trainer. En dat is wel een trainer, toptrainer in wording. À la Erik ten Hag. Die heeft echt wel bij Gladbach voor elkaar. Dus ik denk dat de concurrent misschien wel is. Want als die blijven winnen. Maar in een onderling duel bij München Gladbach, dan wint Bayern München. Dus die kun je gewoon opschrijven als kampioen. We gaan naar de Serie A, waar Ronaldo in de 55e minuut werd gewisseld. Oh, Tweede wedstrijd op rij dat hij werd gewisseld. En hij was weer niet blij natuurlijk, hij was boos. Maar zijn vervanger, Dybala, die deed het even met rechts. Mooie goal. Waanzinnige goal. Snelheid van uitvoering, geweldige techniek erbij. En Paulo Dybala hoort eigenlijk te spelen. En Ronaldo gewisseld. En bijzonder hè, dat hij meteen linea recta het stadion uitloopt. Hij zei nog iets tegen Sarri, geen idee wat. Je moeder waarschijnlijk. Het zou waarschijnlijk niet heel vriendelijk zijn geweest. Ja, hij wordt niet graag gewisseld en hij is afgelopen week ook al gewisseld. Er is een doelpunt van hem afgenomen door Ramsey. Oh, die op de lijn binnentikt. Dat vindt hij helemaal niks. Nou, hij maakte er wel een grap over. Ja. Maar het was voor het eerst sinds jaren weer een vrije trap zo vroeg gewisseld worden in een topwedstrijd. Ja, maar had knieklachten, had ik gelezen. Ja, had knieklachten. Maar je zag wel aan dat hij het niet fijn vond. Nee, natuurlijk niet. Ronaldo wil altijd spelen, dus, logisch ook. Maar wel, sorry, die het hij gewoon doet. Het wel, ja. Die het gewoon doet. En ook in de voorbereiding al een keer. Hè. Ronaldo reageerde toen ook heel vreemd. Ik denk in de voorbereiding, fysiopelijke wedstrijd. Ja, er moeten ook andere jongens een keer spelen. En Paulo Dybala is geen misselijke voetballer. En die beslist die wedstrijd. Dus Sarri heeft het goed gedaan. Ja. En Ronaldo zal na afloop ook misschien wel denken. Goh, het was een in the heat of the moment. We hebben weer gewonnen. We zijn op koers, want Inter blijft winnen. Ja, die blijven zeker. Maar winnen. Dat is gewoon knap hoe die. Barella, mooie goal, man. Ja, Barella, mooi, ja, geweldige goal. Nicolò Barella. Ja. Mooi speler. Ja, koplamp, hè? Ja, dat heb ik al een keer verteld. Ja, Nicolò Barella. Ja, maar Inter, dat is wel knap met deze spelers. En Conte die heeft geklaagd hè, dat hij met deze spelers zit opgescheept. En het heel knap is dat ze zo hoog staan. Dat is zijn manier na een wedstrijd om. Om stoom af te blazen. Ja, want hij heeft geweldige spelers. En ze hebben Lukaku voor hem gehaald. Barella, Sensi, die geblesseerd is en nu weer langzaamaan terugkomen is. Maar ik vind het knap hoe Inter dat voor weet te houden. En Cagliari doet ook geweldig in de competitie. Dan gaan we misschien Cagliari doen het geweldig in de competitie. En Juventus speelt niet goed, want ik vond ze ook tegen Milan niet indrukwekkend. Nee, maar ze blijven wel winnen. En ze blijven wel winnen. En Matthijs de Ligt. Deed goed. Een tackle in de eerste minuut had ik gezien. Poeh, oude Matthijs de Ligt hoor. Beest. Ja, is dat de oude Matthijs de Ligt? Ja, gewoon robuust, onverstoorbaar. Even aan Piontek laten zien ja, wie de baas is. Nou. En 20-jarige sowieso kerel. Met Bonucci naast zich, die geweldig in vorm is. Maar Bonucci en hij links centraal achterin. Sober, onopvallend, maar dat is juist goed. En de duels die hij moest winnen, die won hij. Een prima wedstrijd. En misschien van de achterhoede van die vier achterin, Cuadrado en Sandro, vond ik hem tegen Milan de beste. Goed gedaan en hij heeft de bal een keer niet met zijn hand geraakt. Dus dat mag ook wel vermeld worden. Later deze week ga ik een video met je opnemen. Oké. Okay. Waarin jij gaat vertellen. Dat je mij niet verteld, maar dat is leuk. Inderdaad, hopelijk, als Nederland zich kwalificeert voor het EK deze week, wat waarschijnlijk gaat gebeuren, dan ga ik aan jou vragen welke 11 namen in de basis gaan staan in jouw ogen tijdens het EK van 2020. Maar goed, dat is in een later video. Is dat belangrijk dat ik dat zeg? Vind ik hartstikke leuk. Okay. Vind ik hartstikke leuk. Later ook jouw 11 van de week, waar inderdaad Stefan de Vrij ook in staat, genoemd. Ja, maar natuurlijk ook een andere man, Lionel Messi. Laten we het daarover gaan hebben. La Liga gaan we nu in. Nou, ik vond hem slecht spelen eigenlijk. Maar hij maakte wel 3 goals. Ja. Ik vond hem echt niet best. Jij wel? Nee. Nou, ja, slecht. Ja, ik heb ik ooit een keer opvallend. 10 jaar geleden gezegd tegen een collega die Messi slecht vond spelen dat hij naar huis moest gaan. Die is toen naar huis gegaan. Daarna scoorde Messi 4 keer. En dus je kunt nooit zeggen dat Messi slecht speelt, want hij legt die bal dan op 25 meter neer en schiet hem de kruising in. En een paar minuten later legt hij hem er weer neer en schiet hij hem nog een keer in de bovenhoek. Dus dan kun je niet slecht spelen. Messi kan niet slecht spelen omdat hij zo goed is. Maar hij veroorzaakte wel een vrije trap met terugverdedigen. Omdat hij de bal kwijtraakte. Ja, dat hij was op de bal, vond ik. Ja, het was geen overtreding. Het was gewoon keurig op de bal. Dat deed hij geweldig. Alleen. Getergd daardoor. Hij was vrij getergd. Ja. Maar ik vind het wel bijzonder hoor. Nu weer 2 vrije trappen. In totaal nu het seizoen, ik denk 4. En na de afgelopen seizoen 8. En hij ligt op koers op weer 8. En 8 is het record hè, nu. Dus die gaat weer 10, 15 vrije trappen misschien wel binnenschieten als hij dit blijft doen. Want hij heeft er plezier in, hij vindt het leuk. En denk, hé, dat vrije trappen, dat is wel een dingetje wat ik leuk vind. Een geweldige specialiteit, zo precies. En mensen denken dat hij die bal daar neerlegt en dan eventjes voor de lol binnenschiet. Maar hier traint hij op, hè, elke dag. Ja. Dit is de beste speler ter wereld, traint hij er elke dag op. Dat is wel een boodschap voor spelers die ambities hebben en die denken van, oh, het zal wel, ik vandaag eventjes de training overslaan.
Messi slaat nooit een training over, die legt die ballen neer en die gaat er 10, 15, 20 trappen. Had heel vastigheid in die trap hebben. En ja, het is wel knap dat hij elke keer die keepers weet te verslaan. Want die zijn allemaal voorbereid. Die weten allemaal, die bal gaat heel erg precies de kruising in. En ik moet voorbereid zijn. Alleen ja, hij kan ze links en rechts trappen. Als de muur opspringt, schiet hij er onderdoor. Het is bijzonder om te zien, hè? De curve van de bal ook. En ja, die vrije trappen. De commentator riep, dit is niet normaal. Ja, dat riep ik ook toen ik thuis aan het kijken was. Ja, het is dus wel normaal, want het gebeurt heel vaak. Ja, in Spanje komen ze natuurlijk superlatief tekort. Die schrijven al tig jaar over Messi. En ze hebben nu gezegd, God bestaat, hij speelt in Barcelona. Ja, je hebt ook heel veel sportkranten in Catalonië. En die moeten allemaal vol. En die zitten op de tribune. En ja, er zitten heel veel journalisten daar, op de perstribune. En die kijken elke week naar Messi. Ja. Ja, en op een gegeven moment ben je wel klaar met wat er over gezegd moet worden. Nou, je opeens schot erbij, hè? Of weet ik veel wat je erbij wil halen. Ja. Er is van alles over hem verteld en gezegd. Ook door jou? Ook door mij. Ik heb wel 150 columns over Messi geschreven tot vervelend aan toe. Ik heb zelfs een Messi-spreekverbod op een gegeven moment gekregen. Van de hoofdredacteur? Niet van de hoofdredacteur, maar ooit een keer van iemand die zei, het is wel nu genoeg over die Messi. Maar hij blijft maar verbazen. En ook Ernesto Valverde, na afloop moet hij het elke keer over Messi hebben. Ja, die is ook uitgesproken. Ja, Frenkie de Jong geeft de bal ook maar aan Messi en denkt, het zal wel goed komen. Ja, tuurlijk. Dat zou ik ook doen. Hoe vond je Frenkie spelen? Prima. Ja, ik vind het echt bijzonder hoe makkelijk hij zich daar het elftal in heeft gespeeld. En het is een jongen die voetbalintelligent is, die de techniek ook heeft om bij Barcelona mee te gaan. En Busquets krijgt af en toe rust, hè. Die wordt dan buiten het elftal gelaten. Maar die kwam er nu in. Ging wel pas draaien toen hij erin kwam. Klopt. Dat is waar. Busquets is belangrijk. Frenkie vond Barcelona speler niet goed spelen. Tegen Slavia Praag waren ze slecht in de Champions League. Ze waren nu ook niet goed. Nee. Arthur, Frenkie en Messi. Die maar waren nog ze hebben, en dat hebben we al, want ik heb een keer gezegd dat Barcelona degradeert zonder Messi. Hè, dat ze een degradatiekandidaat zijn dan. Dat was een beetje overdreven en hyperbol. Jij? Maar het verschil, ja, hij is zo bijzonder. En ja, dat zie je aan die vrije trappen. Dat zijn gewoon twee gratis doelpunten die hij binnen trapt. Maar ook in andere momenten. Hè. Vaak komt het van hem vandaan. Hij bepaalt of Griezmann wel of geen goede speler is bij Barcelona. Dat had Griezmann van tevoren kunnen bedenken. Dat vind ik wel een beetje zielig worden, hoor, dat hij op linksback moet staan, ook in andere wedstrijden. En nu speelde Ansu Fati daar en die krijgt dan... Je ziet dat Messi hem echt probeert te helpen, te voeden met ballen. Maar ja, ze zijn allemaal niet zo goed als Messi en dat valt dan op, hè? Ja, dat valt heel erg op. Wie ook niet zo goed als Messi is Luc de Jong, maar die beslist wel even de derby van Sevilla. Ja, mooie derby. Wel, misschien wel een van de mooiste derbies in Spanje zeker, maar ook in Europa. Als je ziet het begin van de wedstrijd, dat publiek thuis, nu Betty speelde thuis. Het clublied, ja, vind ik mooi om te zien. Dat heb ik al 3 of 4 keer afgespeeld. Zo, echt een liefhebber. Maar Luc de Jong deed echt goed, man. Mooi doelpunt. En mooie assist van Banega, hij schoot hem met links, bam! Ja. Ja, Banega is een van mijn favoriete voetballers. Ja, geweldig voetballer. Maar echt lekker, man. Voor Luc de Jong weer richting de interlandperiode. Ja, en hij krijgt ook kansen van zijn trainer. Hè? Want hij heeft natuurlijk heel lang niet gescoord. Kreeg kansen. In de Europa League speelde hij dan niet de afgelopen week. Chicharito speelt ook wel veel nu. Chicharito die er vaak dan in komt. Maar het is wel lekker als trainer dat je verschillende soorten spitsen hebt. En dat Luc de Jong nu ook begint te scoren. Maakt hem geweldig af. Gewoon een heel goed doelpunt. En in de derby met 1-2 winnen. Ja, dan ben je als Luc de Jong, dan ben je binnen bij Sevilla en hij doet het daar goed. Net zoals Angelino bij Manchester City zich heeft opgewerkt tot de vaste linksback. En Luc de Jong, eerste spits van Sevilla, beslist in de derby. Mark van Mol had het over spelers die er niet zijn. Nou, Luc de Jong en Angelino zijn er ook niet. Wil je nog een shout-out doen aan iemand die ik ben vergeten? Nou ja, het is wel weer terug wat er in Oekraïne is gebeurd. Hè. Je kan maar vanochtend met mij, heb je dit gezien. Ik had het helaas wel gezien, want het is treurig. Ja. Maar zo'n jongen die al 9 jaar in Oekraïne speelt, die zou zelfs van de supporters van Dynamo Kiev een staande ovatie moeten krijgen. Want dat is een van de betere spelers in de Oekraïnse competitie. Ja, die werd bejegend door het uitvak. En die werd boos en die pakte de bal van de scheidsrechter af. Die schoot met als Balotelli het publiek in en die kreeg toen een rode kaart. En gaf een middelvinger naar... En ja, dat is echt treurig om te zien, want het was echt heel duidelijk te horen, die oerwoudgeluiden. En zo'n jongen, ik snap wel dat hij daar emotioneel op reageert. Direct van het veld met z'n allen, niet meer spelen. Ja, maar het is ook zo makkelijk om het hier te zeggen achter een camera, maar er moet iets gebeuren. Misschien moeten die voetballers gewoon denken, ik voetbal hier niet meer. Of we voelen met z'n allen niet meer. De volgende speelronde hebben we er geen zin in. Want ik wil wel in een stadion kunnen voetballen waarin niet een paar idioten. Want als je dan het vak bekijkt wat daar zit. Hè, met hun capuchons op, en de zwarte jassen, zonnebrillen op. Het zijn allemaal van die anonieme idioten. Die moeten eigenlijk het stadion uitgeweerd worden. Maar dat durven clubs dan weer niet. Want ik vond het ook wel vreemd dat
in Italië wat er is gebeurd met de situatie. Hè. We hadden het vorige week over Balotelli. Maar dat ook de harde kern van zijn eigen club dan weer een brief schrijft. Dat is wel een probleem. En in Italië, ook in de Serie B, de Serie C, is dat een probleem. En dat moeten de stadions uitgevegen worden. Want dat moet, op een tribune moet daar geen plek voor zijn. Je moet gewoon naar het stadion kunnen met je kind of met je vrouw of met wie dan ook. En daar rustig kunnen zitten zonder dat er een paar idioten hoewaggeluiden maken. Dat is echt wel storend. Dus dat vond ik wel weer wel een minder bericht dit weekend uit Oekraïne. Dat Shakhtar Dynamo Kiev dan ontziet worden zo'n rel. En de scheidsrechter gaf een rode kaart. Ja, en aan zijn manier, ja, dat moet je ook niet doen als scheidsrechter. Echt niet doen. Vind ik, maar dan moet je aanvoelen. Grootste fout, nou ja, de grootste fout die je kan maken, man. Moet je aanvoelen, ja. Je moet zo'n jongen, omarmen, omhelzen en zeggen, kom, we gaan het veld af. Ze zoeken het maar uit hier met uw voetbal. Echt bizar. Maar goed, dat wil ik nog even kwijt. Ja, dankjewel, Julie.